Goedenavond, kijkers. Weer een langer vlog van Tennis Insider. Ik heb deze week een aantal quick vlogs erin gegooid. En ik denk dat dat wel een goede manier is om ook wat kleiner nieuws en wat korter nieuws te melden. Nu weer een wat langer vlog. Ik wil graag drie onderwerpen met jullie bespreken. Ten eerste het ABN AMRO toernooi in Rotterdam. Er was een aantal keren nieuws deze week en daar wil ik met jullie wel mijn mening over geven. De Fed Cup ontmoeting tussen Wit-Rusland en Nederland. En nog even het aftreden of het ontslag of het opstappen, excuses, van Rolf Tung. Deze week kwam het nieuws dat Rafael Nadal en Stanislas Wawrinka niet naar het Rotterdam tennistoernooi komen. Ja, wat zou ik er zo over zeggen? Volgens mij is het elk jaar dezezelfde farce, naar mijn mening. Ik zag Krajicek zitten bij bij Jinek, geloof ik. En er zat niet bepaald een toernooidirecteur die een zak in de as zat tot zijn topspelers niet naar zijn toernooi kwamen. Ik begin het nu al een beetje verdacht te worden dat deze gang van zaken elk jaar precies hetzelfde is. Vorig jaar was het volgens mij Roger Federer die zou komen. Die zegt dan een paar dagen van tevoren zegt hij af. Ik kan me niet voorstellen dat zo'n topspelers niet eerder weten wanneer ze niet gaan komen naar zo'n toernooi. Ik neem aan dat die vooruit plannen. En die gaan nooit zo laat afmelden, denk ik. Dat is volgens mij mijn mening. En waarom gebeurt dit elk jaar? Ja, als je Nadal of Federer op de poster zet, dan verkoop je natuurlijk wel kaartjes. Nu is ook alweer de finale, die was al uitverkocht. En toen gingen ze pas naar buiten brengen dat Nadal niet meer zou komen. Ja, ik zou me, als ik een trouwe tennisfan was en ik betaalde veel geld voor zo'n kaartjes en ik zou graag dan Nadal of Wawrinka willen zien, zou ik mij behoorlijk genaaid voelen eigenlijk. En ik snap ook niet dat dit allemaal maar kan. En ik begrijp de consternatie die er over is ontstaan. En ik zou wel eens willen weten of Rafa Nadal zijn startgeld, die hij ongetwijfeld al van tevoren heeft gekregen, of die teruggestort gaat worden na zo'n toernooi. Want misschien zijn het wel gewoon verdekte marketingkosten. Zet je hoofd op de poster en kijk maar of je komt. En als je komt is het mooi meegenomen. Maar als je niet komt, dan heb ik toch hier kaartjes. De kaartjes zijn dan toch al binnen. Ja, het begint daar wel naar mijn mening op te lijken. En ik weet niet of dit enige invloed gaat hebben op de trouwe tennisfans in Nederland. Die zullen waarschijnlijk gewoon blind hun kaartjes blijven kopen elk jaar weer. Maar ik vind het een beetje stinken. Laten we daar ophouden. Dit weekend werd ook de Fed Cup ontmoeting tussen Wit-Rusland en Nederland werd gespeeld. Op voorhand een erg goede loting voor de wereldgroep. Wit-Rusland heeft geen enkele top 100 speler ter beschikking. Nou, Azarenka niet ter beschikking staat. Dus met een speelster als Bertens, die 24 van de wereld staat, zou je op voorhand denken, dat moet kunnen. Er was in het voortraject natuurlijk een akkefietje tussen Richel Hogekamp en Paul Haarhuis. Hogekamp zegt dat ze eigenlijk in Australië niks te horen heeft gekregen waarom Haarhuis haar niet ging meenemen naar Wit-Rusland. Want ze was herstellende van een blessure. Daar kan ik niets over zeggen. Ik weet niet wat er allemaal zich af heeft gespeeld. Als Haris daar pas het laatste moment iets tegen haar over gezegd heeft, dan vind ik dat een niet echt sterke communicatie. Ik vind dat Hogekamp dat ook niet echt meteen in de media moet hoeven te gooien. En dat ze dat eerst met Haris moet bespreken. Maar de succesopstelling van vorig jaar, Bertens en Hogekamp, die was dus niet mogelijk. En dus stond hij voor een keuze om Krajicek, Rus of Burger op te stellen. Ik vind het wel merkelijk dat hij Krajicek heeft opgesteld, want het is niet alleen maar achteraf gepraat, want zij heeft vrij weinig singles gespeeld. De andere twee die spelen wekelijks singles en ze staan ook allebei beduidend hoger op de wereldranglijst single.
Krajicek maakte op mij een niet-fitte indruk. Volgens mij was ze echt niet wedstrijdfit om op top-level te presteren. Tennistechnisch gezien vind ik haar trouwens ook echt een verschrikkelijke speelster. Ritmisch een drama. Tennistechnisch niet om aan te zien. Maar goed, ik weet niet wat Harris heeft gedacht bij deze keuze. Misschien dacht hij van... ik heb nou zo'n heldenstatus voor mezelf gecreëerd van vorig jaar. Laat ik nog een keer een schepje erbovenop doen. Als ik nu Krajicek opstel en ze zou winnen, dan is dat weer een master set voor mij of zo. Daar zie ik hem best voor aan, om zo te denken. Maar het heeft zich verre van goed uitgepakt, want ik vond er matig. Ik vond er niet sterk. En aan de andere kant, Bertens, die onze topspeelster en die natuurlijk wel... Erg moeilijk jaar gaat krijgen, want vorig jaar is natuurlijk een geweldig jaar gehad en daar lukte alles en heeft natuurlijk een super wereldranking gekregen. Maar goed, het blijft natuurlijk naar mijn mening wel een beperkte speler bij twee hoofdslagen, bij een backhand op hoogte, diepe greep, echt problematisch naar mijn mening. De service, vind ik ongelooflijk dat iemand die zo hoog kan staan, die zo'n tennistechnische fundamentals laat zien bij deze slag. Die brak ook volledig in de tweede wedstrijd van haar. En ja goed, die is gewoon uit vorm. En die moet natuurlijk mentaal gaan handelen met dat zij de favoriete status heeft. En dat ze punten moet gaan verdedigen en dat ze nou wat meer in de belangstelling staat. Ik weet niet of ze dat mentaal aan kan. Eén ding valt wel enorm op. Ze is wel fit. Ik vind haar wel een. Ik vond haar eerst altijd redelijk mollig en wat totaal geen atleet. En ik vind haar nou wel echt scherp erop staan. Maar ze heeft geen zelfvertrouwen. En dat zag je dit weekend ook. En 1-4. Redelijk kansloos tegen geen topspelers. Ik denk slecht resultaat. Maar goed, ik denk dat vorig jaar gewoon alles bij elkaar viel en dat Hogekamp ook goede potten speelde, waardoor je natuurlijk ook het succes van Bertens werd opgevolgd. En ik denk dat hij daar wel een fout in heeft gemaakt, Harris, om haar niet mee te nemen. Want een Hogekamp die herstellend is van een blessure, die speelt nog altijd, naar mijn mening, een hoger niveau dan Michael Krajicek in deze vorm. Want die was, naar mijn mening, niet wedstrijdfit. Deze week werd ook bekend dat de voorzitter van de KNLTB, Rolf Teung, aftreedt of opstapt. Hij gaf zelf als reden aan dat hij meer aandacht wil besteden aan zijn bedrijf. En dat hij ook vond dat zijn houdbaarheidsdatum, wat dat ook betekenen mag, een beetje aan het aflopen was. Ik denk dat het een super goede zaak is dat deze meneer, die ik van insiders heb begrepen, die op de achtergrond of zelfs op de voorgrond enorm veel invloed heeft en, op het huidige beleid. Hij heeft niet alleen mede geïnitieerd, maar hij heeft natuurlijk als voorzitter van het bestuur het ook allemaal goedgekeurd. Onder zijn bewind is het Servet debakel geweest, heeft miljoenen gekost. Onder zijn bewind zijn de ledenaantallen gedaald. Onder zijn bewind gaan we nou van de zomer verkort spelen. Ja, ik ben er zelf totaal geen voorstander van. Onder zijn bewind hebben we ook natuurlijk, is er een verdeeldheid ontstaan tussen leraren met het PO-systeem. Ook onder zijn bewind is er naar mijn mening een bepaalde vriendjespolitiek weer ontstaan. Dat is het hele, het zijn allemaal vriendjes van elkaar die daar nou aan het werk zijn. De oud-profs, want hij is natuurlijk ook zelf een oud-prof. Dus ik denk dat het een hele goede zaak is dat deze meneer verdwijnt van het podium. Want hij heeft naar mijn mening eigenlijk niks goeds gebracht de afgelopen 6 jaar aan zijn bewind. En er is echt heel veel behoefte aan een nieuw elan. De opvolger gaat nu interim of misschien wel niet interim Erik Wilberts zijn. Ik ken Erik Wilberts wel van vroeger. Toen was hij hier in Limburg actief bij het sportcentrum Denemarken. Ik heb pas geleden nog een keer met hem gesproken bij een Health City in Oosterwijk. En ik heb wel het idee dat hij achter bepaalde dingen van het huidige beleid staat.
Ik denk wel dat hij met zijn zakelijke instellingen, met zijn zakelijke aanpak, dat hij hopelijk heel veel dingen gaat veranderen. Ik hoop dat hij überhaupt dus de functie natuurlijk gaat krijgen. En ik hoop dat hij dezelfde macht gaat krijgen als bijvoorbeeld de Rolf Tung. En dat hij daarbij gaat luisteren naar experts. En dat hij niet gaat denken dat hij het allemaal zelf gaat bepalen. Maar dat hij wel, als het ware, als een manager of als een bedrijf dit gaat regelen. En ik denk dat het wel de juiste persoon kan zijn om dat, om te gaan saneren of te gaan herstructureren. Om een nieuw beleid uit te zetten enzovoort. Ik denk dat Erik zeker een capabele persoon voor is. Want hij heeft natuurlijk ook met zijn zaken Imperium heeft hij natuurlijk bij Basic Fit en Hell City en golfbanen. En heeft hij natuurlijk grote successen beleefd. En ik hoop dat hij met zijn tennishart goede dingen gaat doen voor de tennissport. We zullen zien natuurlijk. Het stond op de site dat het alleen interim was. Ik heb geen idee of het daadwerkelijk hij de opvolger gaat worden. We gaan het afwachten. Maar ik denk een zeer, zeer, zeer goede zaak dat deze meneer Tung van het podium is verdwenen.